Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Niels die is al aan de slag met diegene die het dakkapel komt doen. En ja, ze zijn bezig. Ik heb net Sam de fles gegeven. Die heeft hij eigenlijk vrijwel helemaal op, dus dat is top. Hij zit nou een beetje nog na te krampen. Ja, hè? Een beetje nakrampjes, hè? Heb je een beetje nakrampjes? Ja, oh manneke toch. Oh manneke toch. Altijd na het eten krampjes. Hey. Ja. Ja. Hallo. Hi. Hallo. Oh. Hallo daar. Hallo daar. Ik heb net even lunch voor de heren gemaakt. Ik heb tosties gemaakt. En straks hebben ze ook nog worstenbroodjes gehad. Dus ik verwend de heren goed. En ze zijn nu nog steeds bezig natuurlijk. Ze zullen het vandaag ook niet afkrijgen. En Niels, hoe gaat het? Goed. Ja, gaat goed? Mooi. Dus ja... We gaan het gewoon zien hoe ver ze komen en anders gaan ze morgen gewoon weer verder. En Sammy ligt lekker te slapen. En de kindjes hebben het ook goed bij opa en oma. En toen waren we weer een paar uur verder. Ik ben momenteel de vloer aan het doen, zodat Joef dadelijk weer rond kan lopen. Op dit moment ziet het er zo uit. We hebben openslaande deuren. Niels is heel eventjes weg voor de deuren, want er was nog iets mee. En dan moest hij nog iets verhalen. En hij moet nog eventjes de boel daar beneden aansmeren. Hier komt tijdelijk een plaatje hout voor. Maar ik ben eerst eventjes de vloer aan het doen, zodat Joefie kan rond gaan lopen. Want ja, die zit al even in de bench. En bovenop zolder, daar komen ze maandag voor terug. Maar ik wil het jullie wel heel eventjes laten zien. Glazen zitten erin. Het dak zit zover dicht. Daar komen ze maandag verder doen. Het is in ieder geval regenproof. Daar is het zover dicht. Dat moet nog eventjes verder afgemaakt worden. Maar dat kan pas als dit hier een heel eind af is. Deze is zover al dicht. Dus ja. Dat is ons dakkapel. En dan ga ik nu naar beneden Sam eten geven, want die heeft weer honger. Een hele goede morgen.
Gisteren heb ik niet veel meer gevlogd, want ik was de hele tijd bezig geweest. Ik heb heel de keuken afgedaan en ja, alles erop en eraan. Niels die is naar de winkel geweest en die heeft croissantjes gemaakt. Die zijn al klaar. En ik heb van mijn drie kindjes een cadeautje gehad. Kindjes zijn er nog niet, kindjes zijn nog bij mijn ouders. Maar ik heb cadeaukaarten gehad. En ik heb een kaart. En in de kaart staat, lieve mama, deze mag je alleen voor jezelf gebruiken. Jordi, Liam, Sam. Dus ik mag ze niet aan de kinderen gebruiken. En ook niet aan mij. En ook niet aan jou. Dan heb ik een cadeaukaart voor de intratuin. Dat is handig voor als ze straks weer in de tuin kunnen zitten. Maar dat kunnen we nu niet. En ik heb een cadeaukaart van de Rituals gekregen. En ik heb een cadeaukaart voor Bol.com gekregen. Van ieder kindje eentje. Van ieder kindje eentje. Van Jordi heb ik ook een cadeautje gekregen. Maar dat doe ik straks samen met Jordi uitpakken. Want ja, die heeft Jordi op school gemaakt. Dus dat moet gewoon met Jordi samen, hè? Toch? Mm-hmm. Dus dat gaan we straks doen. Ik ben hier ondertussen aan de poets, ben mijn was aan het wassen en alles, zodat de kindjes als ze straks thuis komen in een schoon huis komen. En Simmetje die zit hier in de wipstoel en die is wakker en die is aan het zeuren. En ik was de bank aan het stofzuigen en toen ging hij zeuren. Dus ja. Maar we gaan zo dadelijk eten en dan gaan we weer verder hier. Nou, we zijn druk bezig hier. Niels is met de hier aansmeren bezig. Hij is er al zo goed als mee klaar, of niet? Ja, alleen daaronder. Ja, dus dat gaat Niels nou doen. Ik ben bezig met puzzelen. Want ja, de kindjes komen straks thuis, dus het moet gewoon klaar zijn. Ik heb alles eronder gepoetst en gedaan. Dus dan is alles weer schoon als alles weer terugkomt. Oh, trouwens. Even by the way, ik heb vannacht ook nog alle keukenkastjes helemaal schoongemaakt. Op naar huis. De letter B. Van Bram, de letter B. Ik zoek een band of artiest waarvan de naam begint met de letter B. Dan denk ik meteen misschien aan de Bengals, dat zou een optie kunnen zijn. Niels? Ja. Wat hebben we nog allemaal gedaan? Ik heb nog troep gemaakt. Ja, dat ga ik nou nog even opruimen. En de kindjes zijn onderweg. Jee, eindelijk. Wat enthousiast, Niels. Nee, maar ik ben wel serieus enthousiast. Ja, toch wel? Ja, ik heb ze ook gemist. Oké. Dus die zijn onderweg. En we zijn even gedoucht, want verstoft je kinderen aanpakken, dat is ook niet de bedoeling. Ik heb Sam ook even omgekleed. Die heeft wel luchtiger aan, want het was warm. En die denkt dat hij zo een fles wil. Ik denk dat dat die honger heeft. Juist. Dus we gaan maar even aan de gang totdat de kindjes er zijn. En dan even knuffelen met die twee kleintjes. Want wat heb ik ze gemist. Ik ook. Lekker happen, hè? Wat ben je aan het doen, mama? Een poes aan het geven aan mijn kinderen. Wie is zo? Jammer. Daar gaat ze wel in, hè? Jazeker. Ze moet toch een dikke kop houden. Ja. Moet even zijn neus. En waar hebben ze net op? Frietjes. Lekker frietjes gegeten. Goed zo. Je hebt een snotneus aan Jordi. Moet even je snotneus gaan doen. Wil je helpen? Yummy. Die had je laatst ook bij oma op, hè, Tompoes? Ja. Met Koningsdorp. Lekker, hè, Jordi. Het is ontschooien. Staat al met zijn mond open. Ja, het voelt gelijk. Lekker eten. Gewoon goed eten, Jordi.
lekker hap bij jongen. Hé hey Jordi, mama die had van jou een mama dag cadeautje gekregen. Kijk, die had je mama gekregen. Liam ligt trouwens al op bed, maar ik ben nog even met Jordi. Zullen we eens gaan kijken wat je voor mama gemaakt hebt? Mama uitpakken? Wil je helpen? Nee, wil je niet helpen? Maar het is wel heel mooi papier, hè, met hartjes. En dat doet glinsteren. Ja. Ondertussen horen jullie Sam. Die zal daar of wel honger hebben of scheten moeten laten. Of... Maar mijn moeder zit met Sam lekker. Ja, Liam ligt er lekker te slapen. Hè? Jij gaat dadelijk ook slaapje doen. Mama is wel heel benieuwd hoor. Oh, niet dat ik iets vergeet. Nee, dat was het. Boem, pat, pang, een kusje op je wang. Ik hou van jou mijn leven lang. Kusjes van Jordi. Oh, wat leuk, Jordi. Is het leuk? Oh. Jordi wil ook kijken ondertussen. Je vindt het ook heel interessant, hè? Die heb jij gemaakt. Ja, dat heb jij gemaakt. Wat mooi, Jordi. Wil je het laten zien? Goed zo. Wat goed voor jou, Jordi. Mama, kusje geven. Mama, kusje. Geef mama een kusje van jou. Nou. Je hebt mijn speelgoed afgepakt, mama. Je krijgt zo je speelgoed terug. Maar mama, een kusje. Hallo. Mama, kusje. Dankjewel, lieve schat. Ja, je bent een lieve schat. Hele lieve schat. Mama vindt het hartstikke mooi. Ik hou ook van jou. Alles slaapt hier. Ik heb net hier alles eindelijk schoon. Net alles gedweld. Het zat allemaal te drogen. Die gordijnen heb ik heel even teruggehangen. Daar komen in de toekomst komt daar iets anders voor. Maar dan moet ik heel eventjes kijken wat ik precies wil. Plus ik wil dat de kozijnen geschilderd zijn. Voordat die erop komen. Dus dat is heel eventjes doen. Maar ik heb daar geen last van. Uiteindelijk wordt het mooi. Dus Rome is ook niet in één dag gebouwd. Dus ja. Yeah. Dus, kindjes zijn weer thuis, liggen lekker te slapen. En ik ga nu even editen. Ik ga ook deze ups en downs afsluiten. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende.